Vanaf die dag was het verhaal een verhaal over drie koningen. 500 jaar later was er een monnik die erg hield van de verhalen over Jezus. Vooral het verhaal over de wijzen uit het oosten vond hij prachtig. Maar, zo vroeg hij zich af, waarom hadden de drie koningen geen naam? Ze zouden bijvoorbeeld Gaspar, Melchior en Balthasar kunnen heten. Dat maakt het verhaal wat persoonlijker. Thank you.